vind ja, Les Miserables een heel mooie musical, qua muziek en dergelijke. Ik ben altijd voor de muziek dat ik vooral gepakt word. Dat vind ik altijd zo. Dat trekt me wel aan. Do you believe in fairies? Ja, wel de geest van vele jaren geleden. Zul is je ook jullie stand. Oliver Twist. Sir? Van Zonderen is weg. Mauw. Mijn droom. Mijn naam, Eponine, komt van de musical Les Miserables. En die van mij komt van de musical Cyrano de Bergerac. En dan hebben we nog een broer, die noemt Gavroche. Dat is ook van Les Miserables. Als je kinderen een naam wilt geven, dan zoekt je altijd speciale dingen. En ze zijn daar dan mee begonnen met die musicalnaam. En dan zijn ze dat, ja, blijven geven. Hè. The Phantom of the Opera. Dat vond ik ook een hele mooie. Die zou ik nog wel eens willen terugzien. En Danser Vampieren heb ik ook altijd een hele goede gevonden. Ik ga per jaar toch wel rond de 3-4 keer. Dat kan meer zijn, dat kan minder zijn. Ik vind dat die beleving is voor mij vooral hetzelfde. Dus het is niet dat ik het buitenland beter vind dan Vlaanderen of omgekeerd. Voor mij is het allemaal, allemaal supergoed. Dus. Mijn hobby is piano. En dus ja, ik speel een beetje alle soorten, maar ik speel ook wel graag musicalmuziek. Ik heb mijn boeken hier mee. Dus ja, onder andere Les Miserables en dan Kuifje. Dus ja, dat zijn zo de musicals dat ik een beetje speel. Hij zingt dan meestal daar nog eens op, dus er is wel altijd sfeer in het huis. Do you hear the people sing, singing the song of angry men? Dat deuntje van de Addams Family. Zo te doen. Allee. En als wij dan klein waren, wij gingen naar boven om te slapen. En dan gingen wij de trap op. Om dat deuntje altijd. Slowly, gently, night unfurls its splendor. Ik ben wel een grote fan van Hans-Peter Janssens en van Annemie Gils. Er slaapt een vrouw. De keizer van haar heerschappij in bed. Dat zijn zo twee grote musicalsterren dat ik wel enorm graag bezig zie en hoor. Ja, dat zijn grote acteurs, die hebben grote musicals gespeeld. Die zingen ook enorm mooi. Die kunnen ook heel goed acteren. Ik laat haar voelen hoe ze leeft met de nacht. Ik had mijn muziekboeken al mee en dan hebben we een paar boeken van musical zelf en een dvd van musical. Dus van Dracula, hier Les Miserables. Dus die souvenirs, dat vind ik wel belangrijk. Dat is ook gewoon leuk om dat te hebben dan. Hè. Ik hoop dat ze nog eens Les Miserables, dat dat nog eens naar België komt. Dat zou ik graag eens hier zien. Ik vind daarom de muziek van musicals, dat zijn echt zo meezingers. Maar in de zaal is dat dan zo van... Je wilt meezingen, maar het gaat niet. Dus, in je hoofd meedoen, hè? Ja, dan is het in mijn hoofd.